Vanuit het niets heeft een Amsterdamse student sociale geografie afgelopen weekend twee vrienden verloren op Facebook. De 23-jarige Robert Sluis is radeloos. De laatste keer dat ik keek was vrijdagmiddag. Toen had ik nog 278 vrienden, maar nu heb ik er opeens 276. Wie de personen zijn die het contact hebben verbroken, weet Robert niet. Frank, Govert, Hanna. En ook na de beweegreden is het vooralsnog gissen. Ja, hij heeft zaterdag op een feestje wat grappen gemaakt over Jeroen van der Boom en Alexander Pechtold. Maar... Nou ja, en die ene grap over schaamlipcorrecties. Die verkeerd geïnterpreteerd zou kunnen zijn. Maar ja, om dan zo'n drastische stap te nemen. Roberts grootste angst is een domino-effect. Hij roept zijn ex-vrienden dan ook op om hun identiteit bekend te maken. Ja, misschien kunnen we een keer wat gaan drinken of zo. Ik ging net zo lekker richting de 300.